aan te houden. Hij staat helemaal, maar ik wil dus bijvoorbeeld de infanterie erop zetten. Ik heb een gelette jacht hoor, ja. In augustus. Ja, ja. Oh,
Hallo. Mag ik je naam? Jullie hebben opgetreden, hè? Mag ik je naam eerst even? Mijn naam is Bastiaan Baai. En... Hein Lichtenberg. Ja, wat voor optreden hebben jullie gedaan? Ja, we hebben het wel gezien, maar voor de andere kijkers nog. Nou ja, wij zijn een didgeridoo band. En ja, we hebben elkaar leren kennen en zijn eens wat samen gaan spelen. En dat is leuk om te doen. Het geeft altijd energie. En daar is ons derde lid. Oh, hoi. Hoi. Mag je naam? Ja, ik ben Martin Spiljart. Ja, en u heeft ook opgetreden. U hoort bij het groepje, hè? Ja, met Walma Rama hebben we didgeridoo muziek gemaakt. Oh, dit soort muziek. Het is indies of iets, toch? Komt oorspronkelijk uit Australië. Oh, nee, ja. Ja. De muziek van de Aboriginals. De Aboriginals, ja. Sorry, ik zat even verkeerd. Geeft niet. Er zijn zoveel soorten muziek op de wereld. En wij mixen het weer met westers. Dus de saxofoon en de mondharmonica vandaag. Oh, ja. Ja, klopt. Oh, hoe lang bestaan jullie al? 2,5, 3 jaar. We bestaan in principe 2,5 jaar. En oh, dat is vrij jong nog. We zijn vrij jong, maar we hebben elkaar wel weer leren kennen door de instrumenten. Hein is zelf, laten we zeggen, die heeft een eigen didgeridoo werkplaats, waar hij dus de instrumenten zelf maakt van Nederlands hout. Ik heb daarbij weer mijn eigen didgeridoo school op de Aboriginal Art Gallery I Love Global Art. Dat zit dan de didgeridoo school Rotterdam. En Martin, die ben ik weer tegengekomen op een festival dat we ooit een keer gedaan hebben voor de opening van het Wereldmuziek. Oh ja, en zo is het gekomen eigenlijk. Je kwam elkaar gewoon tegengekomen. Ja, absoluut. Ja, je botst tegen elkaar op en zei van, oh goh, ja, wat doe jij? Oh, ik doe dit, ik doe dat. Ja, we hebben mensen nodig, dus laten we eens met elkaar gaan spelen. Ja. Maar vragen jullie, wat vonden jullie ervan? Ja, voor wel. Je gebruikt het ook om te mediteren, hè, dat soort muziek zo. Ja, klopt. Heel rustgevend. Het is heel rustgevend en ja, je kan er heel veel dingen mee doen. Kijk, wat wij proberen met onze muziek is dat het spel van didgeridoo is eigenlijk verhalen vertellend. Het komt vanuit de Dreamtime. En de Dreamtime, daarvan hebben de Aboriginals. Ja, daarin vertellen ze eigenlijk van hoe hun wereld en hoe elkaar zit. Eigenlijk in elkaar zit. En dat doen ze door heel veel verhalen te vertellen. En met dans en met zang, maar ook met didgeridoo muziek. Nou, wat wij met ons spel ook willen doen, is ja, zoveel mogelijk nieuwe creaties maken van hedendaagse verhalen. Dus van wat er nu leeft. Wat er nu tegenwoordig gebeurt allemaal. En daar weer muziek over maken. Ja, en hoe je dat dus voelt en wat je ziet en wat je ervaart. Oh ja, oké. Nou, in ieder geval hartelijk bedankt. En ik heb nog een vraag. Hebben jullie een website? Ja, ja, nou, ik heb twee websites in principe. De eerste vanuit mijn eigen bedrijf, DMDP Music. En dat is www.dmdp.nl. En voor mensen die geïnteresseerd zijn in het leren spelen van didgeridoo, die kunnen kijken naar www.didgeridooschoolrotterdam.nl. Oké, hartelijk bedankt voor het interview en nog veel plezier. Wat gaan jullie nog doen? Nou, we gaan nu nog even lekker rondkijken. De site van Hein Lichtenberg is zelf de didgeridoowerkplaats.nl. En daar kun je dus meer informatie leren over de instrumenten en over Hein zelf. Instrumenten. Ja. Oké, nou, bedankt voor het interview en nog veel plezier allemaal. Oké, dank je. Doei.